Hallo, ik wil in mijn eerste video u iets vertellen over astrologie. In deze boeken staat wat astrologie is. Ik ben begonnen met deze boeken, maar ik kon niet vinden waar het nou precies om gaat in astrologie. Ik kon gewoon de kern van de astrologie. Wat is het nou? En ik heb dat zelf bedacht waar het in de astrologie nou eigenlijk om gaat. Het gaat in de astrologie om Moeder Aarde. De beweging van de aarde door de ruimte en de tijd beïnvloedt ons. En astrologen die vertellen daar iets over. Over die beweging van de aarde door de ruimte en tijd. Ik ga u eerst vertellen welke bewegingen de aarde maakt. De aarde maakt 4 bewegingen. Ik heb hier een wat groter model. De aarde draait om haar as. Dat doet 24 uur. De aarde draait om de zon. Als ik de zon ben, draait de aarde om de zon. En de aarde maakt nog 2 subtielere bewegingen. Dat is de precessie en de invloed van de maan. De precessie kan ik zo uitleggen. Dit is de aardas. En de aardas staat schuin ten opzichte van het baanvak aarde-zon. En heel langzaam draait die aardas ten opzichte van het baanvak aarde-zon. En 1 zo'n beweging duurt ongeveer 26.000 jaar. En die heet de precessie. Een tol die draait ook zomaar as. En die heeft ook een precessie. De 4e beweging is de invloed van de maan. De maan is zo zwaar dat astronomen de aarde en de maan eigenlijk als een dubbelplaneet beschouwen. Als dit de maan is en dit de aarde, dan trekt de maan zo sterk aan de aarde. En omdat de maan om de aarde beweegt, wiebelt de aarde een beetje rond door die aantrekkingskracht van de maan. En daardoor is het gemeenschappelijke zwaartepunt van de aarde en de maan, dat ligt 4000 kilometer, dus ongeveer deze afstand, van het zwaartepunt van de aarde. En daardoor wiebelt de aarde zo'n beetje door de ruimte. Dus, de aarde maakt 4 bewegingen. De aarde roteert om haar as, in 24 uur. De aarde draait om de zon, dat duurt een jaar. De aarde maakt een precessiebeweging, dat duurt ongeveer 26.000 jaar. En de aarde en de maan, die hebben als een soort paradeu, draaien ze om elkaar en dat duurt een maand. Goed, de aarde maakt dus 4 bewegingen door de ruimte. En ik dacht, deze 4 draaibewegingen, die beïnvloedt ons. Dus niet de zon of de maan of de planeet Mars of de sterrenbeelden. Dat beïnvloedt ons niet. Dat is allemaal techniek, dat kom ik later op. De beweging door de ruimte beïnvloedt ons. Dus de aarde beweegt, maakt draaibewegingen door de ruimte, om haar as, om de zon, die precessie en door die maan, dat wiebelen. Die bewegingen door het ruimte-tijd-continuum, dat beïnvloedt ons. Kijk, astrologen zeggen, de zon beïnvloedt ons, de maan beïnvloedt ons, de planeten, Mars, Jupiter, de sterrenbeelden beïnvloeden ons. Ik draai dat om. Ik zeg nee. De beweging van de aarde, bijvoorbeeld de beweging van de aarde om de zon, de beweging van de aarde om de zon beïnvloedt ons. De beweging van de aarde door de ruimte, dat beïnvloedt ons. En
de zon en de maan, die zijn daar wegwijzers in. Ik wil nu even iets meer zeggen over dat beïnvloeden. Van, ja, beïnvloeden. Wat is dat? We hebben, de aarde draait om haar as. Dus dat uitzicht in het dag-nachtritme. Nou, dat heeft een enorme invloed op ons leven. Door die rotatie van de aarde om haar as komt de zon op, schijnbaar eigenlijk. Want de zon komt niet op, de zon brandt altijd. Maar door die beweging van de aarde de ruimte, lijkt het alsof de zon opkomt. En dan staan we op, gaan we werken. 12 uur gaan we lunchen, dan gaat de zon naar beneden. Dan wordt het avond, dan gaan we meer ontspannen. En 's nachts gaan we slapen. Dus dat heeft een hele grote invloed op ons leven. Maar niet de zon, maar de rotatie van de aarde om haar as. Dat beïnvloedt ons. En toevallig staat er een ster. En die komt dan schijnbaar op. En denken we, oh, de zon beïnvloedt ons. Nee. Ik draai het om. De rotatie van de aarde om haar as. Die beweging in de ruimte. Dat beïnvloedt ons. De tweede beweging is de beweging van de aarde om de zon. Dus dat beïnvloedt ons, dat uitzicht in de seizoenen, winter, lente, zomer, herfst. In de zomer gaan we op vakantie, dan zijn er veel festivals. En dan is, vroeger had je natuurlijk de cyclus van het bewerken van het land, zaaien, groeien, oogsten. Dus dat heeft ook een grote invloed op ons leven. En die twee andere bewegingen, die zijn wat subtieler. Die merken we niet zo. Dat is de maancyclus. Die duurt ongeveer ruim 27 dagen. En die wordt eigenlijk in de Vedische astrologie veel gebruikt. En in de Westerse astrologie is dat je maanteken. En die precessiebeweging, die duurt 26.000 jaar. En dat beïnvloedt onze culturen. Dat uitzicht in de oud-Egyptische cultuur, het Jodendom, het Christendom. En binnenkort komt de cultuur van de nieuwe mens. Goed, die vier bewegingen hebben zoveel invloed op ons, dat we die bewegingen die willen we vastleggen in de tijd. En daar is de mens al duizenden jaren mee bezig. En dat heeft de mens vastgelegd in de klok en in de kalender. Dus ik heb hier een klok. De klok is eigenlijk een vastlegging van de beweging van de rotatie om de as. De klok bestaat uit drie onderdelen. Dat is het uurwerk, dat is de motor. Dat is de motor van de klok. Die is vergelijkbaar met de beweging. Dat is de motor. Hetzelfde. De klok heeft, die motor is verbonden met een wijzer. En die wijzer, dat is de positie van de zon voor de waarnemer op aarde. Dat is de wijzer, waar de zon staat. Tussen jouw ogen en de zon, dat is de wijzer. En de wijzerplaat kan je voorstellen als, dat zijn eigenlijk de sterrenbeelden. De Sumeriërs, die hebben duizenden jaren geleden de 12 sterrenbeelden, die als een band om de aarde lopen.
Die hebben ze geïdentificeerd als een wijze plaat. Dat zijn 12 gebieden die ongeveer gelijkmatig, 12 stukken, zijn ze verdeeld. Dus zeg maar, dit is, nou, moet 6 uur nemen. 6 uur is RAM. 7 uur, 8 uur 's ochtends is stier. 10 uur 's ochtends is tweelingen. Dus die sterrenbeelden, het is niet meer een wijze plaat. Goed, dus als de klok om 8 uur staat en de grote wijze wijst naar de 8, dan staan we bijvoorbeeld op om 8 uur 's ochtends en dan zeggen we niet van de 8 beïnvloedt mij. Nee, het sterrenbeeld beïnvloedt mij. Nee, dat de aarde ergens in de ruimte beweegt, dat die ergens is. En dat dan de zon opkomt. Dat beïnvloedt jou. Dus de beweging van de aarde beïnvloedt je. En niet de techniek, de methode, het meetinstrument. Dus als ik dat vergelijk met de astrologie, dan is het niet de sterrenbeelden, dat is de wijze plaat. Maar de beweging van de aarde in de ruimte, dat beïnvloedt ons. Goed, dus we hebben de tijd ingedeeld in uren, in minuten en seconden. En dat is een kwantitatieve indeling van de tijd. Nou, astrologen zeggen, nee, de tijd heeft naast die kwantitatieve indeling ook een kwalitatieve indeling. Dus elk uur heeft een bepaalde sfeer. En die sfeer die wordt met een dierinteken geduid. Dus om 6 uur is de sfeer ram, 7 uur is de sfeer stier, 8 uur is de sfeer tweelingen enzovoort. Het complexe is alleen dat de aarde dus 4 bewegingen maakt en dat we dus eigenlijk 4 klokken hebben. Dus we hebben de klok van de rotatie om de as, dat is de 24 uur klok. We hebben de klok voor de rotatie om de zon, dat is de kalender. En we hebben de klok voor de precessie, dat noem ik de precessiekalender. En daar maak ik gebruik van bij mijn artikelen en boeken over de tijdgeest. En we hebben de klok van de beweging van de aarde en maan. Daar, het is de maancyclus en die wordt in de Vedische astrologie meer gebruikt. En ook in de Chinese astrologie wordt gebruik gemaakt van de maankalender. Goed, dus de aarde maakt 4 bewegingen door de ruimte. Voor deze beweging hebben we klokken gemaakt. Het zijn eigenlijk 4 klokken en elke klok heeft een motor. Dus de motor is de beweging van de aarde zelf. Een klok heeft een wijzer. De wijzer van de klok is de positie van de zon en de positie van de maan. En een klok heeft een wijzerplaat en dat zijn de 12 dierriemtekens, de 12 sterrenbeelden. Het verschil tussen de Chinese en de Westerse astrologie is dat de Chinezen hebben eigenlijk een vast meetinstrument gemaakt. Ze hebben eigenlijk gewoon voor de 4 bewegingen van de aarde, hebben ze gewoon gezegd, nou om zo laat begint dat teken, om zo laat begint dat teken, in die maand begint de rat, in die maand begint de geit en dat jaar is een paar jaar en dat hebben ze gewoon mathematisch hebben ze dat gewoon vastgelegd. En de Westerse astrologie die zit naar het echte uurwerk te kijken. Dus die zit steeds met die wijzer en die wijzerplaat, die zitten ze echt te berekenen. Ze berekenen echt de positie letterlijk precies van de zon en dan ten opzichte van die wijzerplaat en aan de hand daarvan wordt berekenen astrologen
hoe laat het is. En de Chinezen die, hebben dat gewoon al van tevoren al vastgelegd in een schema van nou, dan en dan is het gewoon zo laat. Dat op basis van ervaringen hebben we dat zo berekend en we gaan het niet steeds helemaal uitrekenen. Dat is een verschil tussen, een belangrijk verschil tussen de Chinese en Westerse astrologie. Ik zal ook uitleggen aan de hand van die vier bewegingen hoe een horoscoop is opgebouwd. Een horoscoop bestaat uit een ascendant, een zon en een maanteken en de planeten. De ascendant is eigenlijk het tijdstip wat te maken heeft met de rotatie om de as. Dus dan, dit is de motor. De wijzer is de plek waar je geboren bent. Dan kijk je naar de horizon. En het teken wat het sterrenbeeld wat dan opkomt aan de horizon, dat is die wijzerplaat, dat is ascendant. Dus wanneer je geboren werd, dan kwam steenbok op aan de horizon. En ascendant is dan steenbok. Dan de beweging van de aarde om de zon, dat bepaalt je zonteken. De moeilijkheid alleen is dat er twee bewegingen door elkaar lopen. En om die ene beweging eruit te filteren, hebben astrologen een eikpunt gemaakt om te bepalen hoe laat het is voor die beweging van de aarde om de zon. Want hij draait om de as en hij draait om de zon. Dus dan moet ik een eindpunt maken van op dat moment prik ik een moment en dan kijk ik hoe laat het is. En dat moment is de zonsopkomst voor astrologen. Dus ze kijken bij het moment van je geboorte, kijken ze naar het moment van de zonsopkomst. En dan kijken ze in welk teken de zon dan staat. En in mijn geval was dat vissen. Nou, voor het maanteken, dan kijk je niet naar de zon, maar dan kijk je naar de maan. Dus mijn maan stond in stier. Dus die drie bewegingen, de rotatie om de as, dat uitzicht in ascendant, de rotatie op de zon, dat uitzicht in je zonteken, dus dat is eigenlijk je sterrenbeeld. En dat wiebelen van dat aarde-maanstelsel, dat is je maanteken. De precessiebeweging die gaat heel langzaam en dat beïnvloedt meer de maatschappij. Dus de maatschappij waarin we leven. Dat wordt door de precessie beïnvloed. Nu hebben astrologen ook nog, kijk ook nog naar de planeten. Dus dan heb je Venus, Mars, Mercurius, Jupiter, Pluto. En dat zijn ook eigenlijk allemaal extra klokken, dus ik had al drie klokken, dus de beweging van de rotatie om de as is ascendant, de beweging van de rotatie om de zon, dat is je zonteken, je sterrenbeeld, de beweging van die aarde door de aantrekkingskracht van de maan, dat is je maanteken, maar dan zeg je astrologen, nee, je hebt ook nog meer invloeden, dat zijn door planeten, en dat zijn ook eigenlijk allemaal klokken, en daar is de horoscoop uit opgebouwd, uit al die invloeden. Nou denk ik persoonlijk dat die vier bewegingen, die zijn echt, dat zijn echt grote herkenbare bewegingen. Dus de as, om de zon, die precessiebeweging en dat wiebelen door die aantrekkingskracht van die maan. En ik denk dat grote invloed op ons leven heeft. Maar die planeten, Jupiter, Saturnus, Uranus, die hebben relatief weinig invloed op de aarde. Die staan zo ver en die zijn zo klein van massa, dat die weinig invloed hebben op de beweging van de aarde. Dat is vooral de maan, de zon en de rotatie van de aarde. Dat zijn de krachtige grote bewegingen. Dus ik denk dat in een horoscoop, denk ik, zo zie ik het, dat
dat vooral de ascendant, de zon en de maanteken, die zijn echt het belangrijkste. En de rest, ja, dat, dat was de reden voor mij dat ik meer ben gaan verdiepen in die tijdgeest, in de invloed van de maatschappij. Dat vond ik interessanter dan die horoscopen, waarvan ik op een gegeven moment dacht van ja, ik heb op een gegeven moment dit model gemaakt van de beweging van de aarde. En ik dacht van ja, die planeten, die invloeden, die zijn denk ik erg subtiel. En ik denk dat astrologen daar een grotere waarde aan geven dan op grond van mijn verhaal, van de beweging van de aarde beïnvloedt ons. En dan die planeten, die hebben dan marginale, bijna verwaarloosbare invloed. Dus zo zie ik dat. Alle verschillen tussen de westerse, Chinese en Vedische astrologie zijn te verklaren met mijn model van die vier klokken. Die klokken zijn dus afgeleid ook van die vier bewegingen. En sommige astrologen zeggen nou, die beweging van die maan, dat is eigenlijk de oudste astrologie, die keek vooral naar de beweging van de maan. Die vonden astrologen belangrijk. Zei ze, die maan die heeft het meeste invloed op ons leven. En later werd de zon, dus dat is eigenlijk de rotatie van de aarde om de zon, die werd belangrijker. Dus in de Vedische astrologie, daar speelt de maan nog een grote invloed. Daar wordt de 27 dagen dat de maan om de aarde draait. En eigenlijk dat de aarde dus een beetje om dat gemeenschappelijke zwaartepunt heen draait. Die heeft een groot aspect in de Vedische astrologie. En dat wordt dan gecombineerd dan weer met die rotatie om de aarde. En dan maken ze 27 fases, 27 dagen eigenlijk. Want één rotatie om de maan duurt ruim 27 dagen. En dan zeggen ze, nou, dat verdelen we in 27 tijdperken, dat overeenkomt met een dag. In de Chinese astrologie, daar speelt de maan ook nog een hele grote invloed, want daar werken ze met de maankalender. En die hebben ze ook dan weer een beetje met passen en meten aangepast aan de zonnekalender. In de westerse astrologie wordt echt gekeken naar de zon. De zon is het belangrijkste. Er wordt geen compromis gemaakt tussen de maan en de zon. Dus dat is wat betreft de verschil tussen de motor. De motor is die vier bewegingen en je kan kijken van nou, die beweging vind ik belangrijker of die beweging vind ik belangrijker. Daarnaast kan je kijken naar de wijzerplaat. De interpretatie van de wijzerplaat, dat verklaart ook veel verschillen in de astrologie. De oudste Chinese astrologie, dat is de negen sterrenki. En daar wordt de wijzerplaat verdeeld in negen tijdperken. Dus het jaar wordt verdeeld in negen maanden. Later zijn de Chinezen overgegaan naar een systeem met 12. Dus hebben ze de dag verdeeld in 12, het jaar verdeeld in 12. Maar er is ook nog de negen sterkie, daar blijft men vasthouden aan de negen. En die wordt veel in Japan beoefend. De sterrenpoortastrologie, dat is een vrij onbekende astrologie in het Westen. Daar worden die 9 en 12 weer gecombineerd met 108 energieën. Dat is eigenlijk 9 maal 12. Verder is de interpretatie van de wijzerplaat leidt tot verschillen. Door de precessiebeweging draait de wijzerplaat. Dus dan moet je je voorstellen dat je een klok hebt en die geeft aan hoe laat het is. Maar ondertussen draait niet alleen de wijzer, maar draait de wijzerplaat ook een beetje. Dat is dan natuurlijk een beetje verwarrend.
westerse astrologen zeggen van nou, wij gaan het corrigeren. Ik wil steeds dat op een bepaald tijdstip, op een geëikt moment, wil ik dat het 6 uur is. In de Vedische astrologie zeggen ze nee, dat die wijze plaat draait ook, dat is, komt door de precessiebeweging, die sterrenbeelden die verdraaien heel langzaam in 16.000 jaar door die precessie. En die kijken daarna. Dus dat is een verschil tussen de westerse en Vedische astrologie. Je kan het vergelijken met als je met het vliegtuig gaat. En dat je. Ja, het werkt. Het verschil tussen de westerse en Vedische astrologie wat betreft die wijzerplaat, dat is, kan je vergelijken met het reizen met een vliegtuig, wanneer je door verschillende tijdzones gaat. Als je bijvoorbeeld van Amsterdam naar New York gaat, dan moet je je horloge achteruit zetten. 5 of 6 uur moet je het achteruit zetten en dat doen we allemaal. En zo passen ook westerse astrologen die wijzerplaat aan de echte tijd, of aan de plaatselijke tijd. De Vedische astrologen zeggen nee, ik hou vast aan mijn wijzerplaat, hoe die is. Dus ik ga niet aan draaien waar ik uit gestart ben. Dus die, als een Vedische astroloog zou de klok niet voor of achteruit zetten als hij naar New York gaat. En daarmee hou je eigenlijk vast aan je eigen 24 uur bioritme. En de westerse astroloog past zich aan de plaatselijke omstandigheden. Dat is het verschil tussen de westerse en de Vedische astrologie wat betreft de wijzerplaat. Verder is er een verschil wat betreft het beginpunt van de wijzerplaat. Want kijk, hier staat gewoon precies 1 uur staat hier, maar er staat nergens aan de hemel. Daar begint het. Er is geen begin. Dus je moet. Je moet een beginpunt vaststellen. Moet je zeggen, nou, dat is een beginpunt. En daar is een verschil tussen de westerse en de Chinese astrologie. De westerse en de Vedische astrologie. Die zeggen, het beginpunt is de zonsopkomst. Wanneer de zon opkomt, rond 6 uur 's ochtends. Dan begint er een nieuwe cyclus. Nieuwe 24 uur cyclus, nieuw etmaal. De Chinezen zeggen nee, om 12 uur 's nachts, wanneer de zon op zijn laagste punt staat aan de horizon, dus onder de horizon, maar op het allerlaagste punt, dan begint er een nieuwe cyclus en op een gegeven moment komt hij boven de horizon en dan klimt hij en dan 12 uur op zijn hoogst en dan gaat hij naar beneden en dan gaat hij weer om 12 uur 's nachts naar het laagste punt. En het laagste punt, dan zeggen ze, dat is het beginpunt. En de Vestis en de Veri zeggen, nee, dat punt, dat die de horizon, dat is het beginpunt. En als je dat vergelijkt in de jaarcyclus, dan zeggen de Vestis en Veri's, als we zeggen, rond 21 maart begint een nieuwe cyclus, dan begint Ram, het eerste teken. En in de Chinese astrologie is dat punt rond 21 december, wanneer de zon op het laagste punt staat, dan begint er in de Chinese astrologie een nieuwe cyclus. Tot slot wil ik nog iets zeggen over die 4 bewegingen. Wat opvalt is dat het cirkelbewegingen zijn. Dus de as, de zon, die precessie is een cirkelbeweging. En dat die aantrekkingskracht van de maan, dat wiebelen, dat is ook een cirkelbeweging. En die cirkelbewegingen, daardoor beweegt de aarde in de ruimte en de tijd. En die tijd heeft een bepaalde sfeer. En astrologen kijken dan, oh, het is zo laat en dat is de sfeer en dat beïnvloedt ons. En bij de geboorte wordt dan wat dat ingeprent in je karakter, die sfeer, dat moment. Dus de tijd heeft een
kwantitatief aspect, dat is de klok. En een kwalitatief aspect, dat is die sfeer, dat is eigenlijk die wijzerplaat. En in plaats van dat er 1, 2, 3, 4, 5 staat, er rams, die tweelingen. En dan zeg je, oh, de sfeer is ram, is die, is tweelingen. En dat is dan de kwaliteit van de tijd. Maar het zijn dus circulaire bewegingen. En daarnaast heb je ook lineaire bewegingen. En ik denk dat dat dan een heel ander verhaal op gaat. Want ook die hele dierriemcyclus, dat is ram, geboorte, stier, aarde, tweelingen groeien, kreeft bezielen, leeuw is bloeien, maagd is ontdekken, onderzoeken, weegschaal is een balans, schorpioen is de crisis, booswitter is de tweede jeugd, expansie. Steenbok is structuren maken en de dood. Waterman is de fase na de dood. Dus de bevrijding, de verlichting. En het vis is het oplossen weer in de bron. Maar met een lineaire beweging, ja, dan heb je dat het circulaire dat ontbreekt. Dus ik denk als je op een ruimteschip leeft en je gaat van de aarde naar op reis naar een nieuwe ster, dan zou een andere soort astrologie moeten gelden. Want dat is geen circulaire beweging. Eigenlijk een circulaire bewegingen die daarin manifesteren zich dingen. Dus alles beweegt circulair in het hele al. Atomen hebben een spin, dus die draaien om een as. De aarde heeft al die circulaire bewegingen, de zon draait om zijn as, de zonnestelsel draait om zijn as, de Melkwegstelsel draait om een as. Dus dat zijn allemaal circulaire bewegingen en daardoor kan iets zich manifesteren en stabiliseren. En als iets een lineaire beweging heeft, dan is het meer ongemanifesteerd. Dus licht bijvoorbeeld heeft een lineaire beweging, maar ja, van licht staat de tijd stil. Dus die heeft helemaal geen invloed. Dat is gewoon dat gelden andere wetten voor. Dat wou ik tot slot nog zeggen. Dus het gaat om circulaire beweging in de astrologie. Nou, ik hoop dat het voor u wat duidelijker is geworden. En tot de volgende video. Bedankt voor het kijken.